Of het een kampioensgezet wordt, dat moeten we nog maar even afwachten. Dat zien we als de wedstrijd afgelopen is. Maar nee, tuurlijk is het hartstikke mooi. Mooi dat we weer kunnen spelen voor de prijs. Vrijdag is de grote dag. Bij winst tegen FC Eindhoven is Zwolle kampioen. Trainer Art Langeler vergelijkt de kampioenswedstrijd met tennis. En Zwolle mag opslaan. Ik kan het zien als een tenniswedstrijd waarin de laatste game op 40-0 staat. En als je 40-0 afmaakt, dan is het geweldig, is er geen druk. Maar als het 40-15 wordt, dan wordt de druk groter. Wordt het 40-30, dan wordt de druk nog groter, want voor je het weet is het een juice. Morgen gaat het gebeuren. Ik hoop het. Nog tegen mijn oude club ook nog. En ik hoop dat we kampioen worden hier tegen mijn oude club. Uh-huh. Nou, je noemt het zelf al even, jouw oude club natuurlijk. Heb je nog veel contact met de spelers van FC Eindhoven? Ja, ik heb contact met Leon Kantenberg. Heb ik nog gebeld. En mijn buurman Serhat Koç, mijn beste vriend. En, ja, je beste vriend ook nog. Ja. Cool. Die spreek ik heel vaak aan de telefoon of op de ping. En weddenschap afgesloten. En wat hield die weddenschap in? Ja, dat hou ik lekker voor me. Maar ik zeg dat wij winnen en hij zegt dat hun winnen. En dat is een leuk weddenschap. Wat verwacht je van Eindhoven? Nou, ze hebben natuurlijk een tegenvaller gehad maandag dat ze verloren hebben van Almere. Waardoor het 9 punten verschil is. En dat is natuurlijk een aardig stuk als je 3 wedstrijden hebt. Dus zij zullen vrij hard spelen en proberen hier te winnen. Elke ploeg zal proberen te voorkomen dat wij tegen hun kampioen worden. Dus ik verwacht morgen wel een heel fris, goed voetballend Eindhoven. Want ze hebben wel een goede ploeg. En dat wordt een gelijkwaardige wedstrijd. Ja, ik verwacht dat we gewoon ons eigen spelletje spelen zoals we normaal doen. En ons, we moeten als team niks zoveel mogelijk van afsluiten over de gevolgen die het kan hebben. En gewoon focus kunt hebben op die wedstrijd. En dan is het gewoon een wedstrijd één van de. Hoe moeilijk is dat om je toch nog te focussen op gewoon die wedstrijd? Want er staat natuurlijk al een heel draaiboek klaar voor zaterdag. Eventuele huldiging, boottocht. Ja, ik heb dat inderdaad ook meegekregen. Ik denk dat het ook logisch is. Maar het is gewoon een hele mooie wedstrijd. En ik denk dat je er gewoon van moet genieten dat je zo'n wedstrijd in je leven mag spelen. Morgen sta je gewoon onder de lat. Dat klopt. Nou goed, dus morgen dan de 8e wedstrijd alweer van het seizoen. Dus je hebt er zeker al aardig wat wedstrijden, zeker één periode zeg maar, op zitten voor dit jaar. Dus wat dat betreft is het niet zo dat je in één keer nooit speelt en zomaar in één keer bij de allerbelangrijkste wedstrijd, zoals het gezien wordt, erin moet. We willen het gewoon vrijdag afmaken morgen tegen mijn oude club. En ik ga eens lekker met een klote gevoel terug naar Eindhoven.